Beste mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Rijd Kick op de Week. We zijn aanbeland bij aflevering 132. Ja, ik heb nu vakantie, dus jongens op de zaak doen hun best om toch een mooie Kick op de Week samen te stellen. Ik ben zojuist weer even op de zaak geweest om alle filmpjes op te halen. Ik verblijf gewoon in Nederland, lekker dichtbij. En tussendoor ja, zijn we wel weer een beetje aan het werk. We moeten natuurlijk een nieuwe voorraad hebben. Dus ik ben vanuit mijn caravannetje behoorlijk aan het zoeken naar nieuwe voorraad. Is al gelukt. Volgende week gaan we een paar hele dikke auto's ophalen, maar dat zien jullie in Kick op de Week 133. Deze week een KW schroefzetmontage onder een RS6 V10. Fabian en Eli hebben een paar mooie beelden gemaakt van de verkochte AMG GTR uit 2017 met 6000 kilometer. In de ruil op die auto een Ferrari F12, ook die hebben ze even mooi vastgelegd voor jullie. Ik zou zeggen, kijk en geniet van aflevering 132. We beginnen deze week met die fantastische Audi RS6, de V10 versie, de C6 uitvoering. Daar gaan we het onderstel bij aanpassen. Hier begon het pas echt een hele bijzondere verschijning te worden. Die V8 was natuurlijk een hele leuke, maar vanaf de C6 werd het behoorlijk extreem met die V10 onder de motorkap. En hieronder ligt die mooie KW-set klaar, complete KW-schroefset. Dan trekken we de motorkap open en dan word je altijd een beetje bang, want het lijkt een beetje een ram. Met het zwarte inhoudspruitstuk als gezicht en de twee aanzuigbuizen als horens. Ja, het ziet er best boost uit. Ligt mooi gevuld. Eli is bezig met de nieuw binnengekomen Mercedes CLA 180 uit 2018. Gaat weer volledig gedetailed worden. Het is een White Art Edition. Een oude liefde voor mij. Terug in de werkplaats. Porsche Cayenne GTS. Deze auto heb ik zelf een 2 jaar gereden ongeveer. Fantastische auto. Destijds in België gekocht. Met keramische remmerij erop. En het mooie van die Porsche keramische rem is. De auto is nu van 2012 of 2013 of zo. En die schijven blijven gewoon als nieuw ogen. Echt een hele fijne auto. Mee op vakantie geweest. Naar Frankrijk, naar Kroatië. Tom is volop bezig aan de achterzijde van de Audi RS6. Modderkuip verwijderd. Shockdemper verwijderd. Ook die veer gaan we vernieuwen, vervangen door de KW-set. Hier ligt de oude schokdemper naast de nieuwe KW-demper. Dus die gaan we monteren. Het showroom klaarmaken van de CLA 180 AMG-line. Het is ook een White Art Edition. En dat kan je eigenlijk herkennen aan de stripings. Die lopen door eigenlijk op de kofferklep, het dak en in de motorkap. En ook is die van binnen dan afgewerkt met dat Alcantara in de deuren, in de stoelen. Die strepen die komen dan ook terug in de stoelen. En dan zie je daar ook van Alcantara. Eli is deze nou even aan het poetsen. En dan zodra die klaar is, dan gaan we foto's maken en dan komt die online. Het nostalgische Volkswagen busje mag weer opgehaald worden. Twee fantastische mooie dagen voor ons papa's mam kunnen regelen. 50 jaar getrouwd en eerst een dag met het gezin gedaan en toen een dag met alle broers en zussen. Twee grote families, maar erg leuk. Ruud, dankjewel. Aan de rechterachterzijde is Tom klaar met het monteren van de KW-set. Hier zie je de spiraalveer zitten met die verstelbare bussen en die prachtig mooie schokdemper. Ziet er gelikt uit, moet ik zeggen. Eli en Fabian gaan nog een paar mooie beelden schieten van de AMG GTR
Deze is al vaker voorbij gekomen. Wiesman MF5 met die V10 van de BMW E60 erin. Dat is natuurlijk een overdreven grote motor in zo'n polyester auto. Maar zo fantastisch mooi. Ook aan de linkerkant is de RS6 nu voorzien van KW gewiende vaarwerk. Hier zit de schokdemper weer gemonteerd. En de spiraalveer met de verstelbare bussen. De CLA staat er klaar. Helemaal compleet gepoetst. Van binnen en van buiten. Hij kan nu op de foto worden gezet op Fabian. De CLA staat klaar. En dit wordt de volgende die aan de beurt is aan het poetsen. Terug bij de C6 V10 RS6. Tom is nu bezig met de voorkant van de auto. Dat is een behoorlijke klus. Dan moeten de veerpoten compleet onderuit. De rechterkant is hier al gemonteerd. Ook de linkerkant is nu voorzien van KW. Dat is een klus die viel nogal wat tegen. Ja jongens, we moeten afscheid gaan nemen. De AMG GTR met 6000 km is inmiddels verkocht. Met ere van een Italiaanse schoonheid. Wat dat is, zullen jullie heel snel gaan zien. Maar het leek ons nog wel leuk om even wat beelden te maken waarbij we nog één keer even kunnen genieten van deze bloedmooie auto. Proefrit met de CLA 45 AMG die we hebben ingereld op die CLS 53. De klanten hadden destijds bij ons deze Audi A3 gekocht in die gifgroene kleur. Dus we gaan even een voorstel maken met de inruil van deze Audi. En dan kijken of wij naar elkaar toe kunnen komen. Wordt vervolgd. KW-set volledig gemonteerd. En hier komt hij naar buiten gereden met die lekkere, dik uitgeklopte zijschermen. Die zijn mooi horizontaal uitgeklopt. Bij de C7 zijn ze met die wielkast mee uitgeklopt. En deze zitten zo mooi met die scherpe vouw erin. Erg dik. De GTR moet nog geserviced worden. We gaan dus die olie aflaten. Hij heeft maar 6000 kilometer gelopen. Wel al 2 of 3 keer een beurtje gehad. Dus ondanks de lage kilometerstand toch perfect onderhoud gehad. Kun je wel zien in die auto. Die auto is aan de onderkant gewoon helemaal nieuw. Draaisump systeem. Dus er moet op meerdere plekken de olie worden afgelaten. We gaan meteen de remvloeistofservice uitvoeren. Qua kilometers niet nodig, maar qua leeftijd uiteraard wel. En had eigenlijk al gedaan moeten zijn. Als je echt gaat kijken wat voorgeschreven staat, is het na 3 jaar. En dan om de 2 jaar. GTR staat helemaal klaar, hij heeft zijn beurt gehad. Heli heeft hem net nog even nagelopen. Hij heeft hem even nog gepoetst. Dan gaan we hem dadelijk afleveren. Dan kan hij weer naar de nieuwe eigenaar. De Audi RS6 C6 V10 staat klaar. Hij is uitgelijnd en hij kan weer opgehaald worden. Staat iets dieper in de wielkasten, iets dichter bij moeder aarde en dan staat hem erg goed. GTR, klaar voor aflevering. Klant is er al, Fabian rijdt hem even naar buiten. Vette auto. Gaat dus nu helaas verlaten. Inruil. Hele dikke Ferrari. V12. Wat
Ondertussen is de RS6 V10 ook weer klaar. En een hele dikke vette Porsche GT3. In een ook best bijzonder kleurtje, net als de GTR. En de inruiler. Zetten we even netjes in de showroom. Je kunt de palen niet zomaar buiten laten staan natuurlijk, hè. Nou jongens, de GTR met 6000 kilometer is afgeleverd. Eerder in de video heb ik natuurlijk verteld dat wij een Italiaanse schoonheid zouden inruilen. En dit is hem geworden. De Ferrari F12 Berlinetta 2015. Wat een auto. Een 6,3 liter V12 erin, 641 pk. Wat een beest. Kant. Deze gaan we nou showroom klaarmaken. We gaan hem poetsen, we gaan het kenteken aanvragen en dan komt hij binnenkort online te staan. Audi RS6 V10 gaat ons verlaten. Marijn heeft 4 nieuwe banden gemonteerd op deze dikke vette Citan AMG. Kunnen we er even tegen. Auto even klaargezet voor een proefrit. Even het groene plaatje erop. Even wat mooie beelden schieten van de Ferrari. Thank you.
Het speedboat project. De mallen worden nu voor de laatste keer getest. Oppassing, deze vloer gaat eruit. En hier liggen de mallen klaar, inderdaad met handtekening. Na enkele weken lag dus deze vloer klaar. Ze zeggen altijd, schoenmaker blijft bij je leest, maar we gaan het eens een keer iets anders doen. We zijn een tijdje terug hebben we deze boot gekocht voor de verkoop. Die gaan we natuurlijk wel eerst rijteriseren. We zijn nu bezig met het verwijderen van de originele vloer. Het is een zo goed als nieuwe cruiser sportseries. 2019. Met 40 vaaruren, 45 vaaruren ongeveer. De vloer hadden we direct besteld. Alleen heeft behoorlijk lang op zich laten wachten. En nu, nu is hij binnen, dus we gaan hem wisselen. Wordt erg dik, denk ik. Bloed, zweet en tranen. Maar we hebben hem bijna klaar. Ziet er super strak uit. Een hele andere boot. Uiteraard een handtekening erin. We gaan ZSM foto's maken en dan komt die online. Ook achter het zwemdek. Met handtekening. De schroefjes gaan we zo meteen nog even aandraaien. Moeten voor in het water. Ja, het ziet er erg gelikt uit. Deze. Ruim mijn lichtbedden voor. Maar je gaat de nieuwe eigenaar veel plezier aan beleven, dat weet ik zeker. Wat ik al aangaf in andere filmpjes, de raamlijsten ontgeroomd, de ramen getint. Compleet nieuwe vloer erin. Binnenkort online. Porsche Boxster van de eerste generatie binnen. Plaatsen van nieuwe Porsche Boxster S logo's. De nieuwe liggen hier klaar.
een flink grote onderhoudsbeurt voor de Audi A4. Dat is een 2 liter FSI. We gaan met deze auto de remvloeistofservice doen. Interne motorreiniging van Dynamic Flush. En we gaan de motorstoring proberen op te lossen. Tevens gaan we 4 nieuwe bougies plaatsen. De bobines zijn op dit moment gedemonteerd. En hier liggen de oude bougies en de nieuwe bougies klaar. Ja, daar staat hij dan, die Mercedes G-klasse 500 AMG die we hebben ingeruild. Hij is van 2019, dus het facelift model. Dan kan ik eigenlijk aan een aantal punten zien bij de auto, waaronder deze dikke nieuwe neus met die nieuwe koplampen. Kijkt super dik. 4 liter V8 met 422 pk onder de motorkap. Dus vooruit wil hij wel. 23 inch wielen eronder. Zonder meerprijs, dus er zitten beide prijzen in begrepen. Ja, en ook een onderdeel van het facelift model is natuurlijk dat nieuwe interieur met het widescreen erin. Het is uiteraard AMG-lijn, dus dat dikke AMG-stuur erin. Memory op de stoelen, stoelverwarming, spiegelpakket, nederen stoelen erin, schuifdak en een Alcantara hemel. Mooi afgewerkt met S-hout aan de binnenzijde. En Mercedes heeft eigenlijk toch wel een handige functie bedacht. Het is namelijk een grote auto. Dus mocht je nou twijfelen om deze auto aan te schaffen en denken van ja, parkeren, dat is toch wel echt een dingetje met deze auto. Mercedes is al voor geweest, want deze auto kan zich namelijk zelf inparkeren. Dat doet hij door de parkeersensoren voor, achter en rondom te pakken. De plek te meten waar jij wilt gaan parkeren. Mocht hij daarin passen, dan geeft hij dat aan. En het is eigenlijk in de achteruit zetten en dan regelt hij het helemaal zelf. Handige optie. Ik zal hem nog even achterin, achterin laten zien. Achterin ook veel ruimte. Stoelverwarming op de achterbank. Airconditioning achter geregeld. Wat een plaatje. Ja, en ook is onderdeel van het facelift. De nieuwe achterkant met die achterlichten. De trekhaak zit eronder. Dus de caravan kan erachter gekoppeld worden en op naar Frankrijk. En dan heb je natuurlijk achterin nog echt wel wat ruimte. Kijk, heeft Eli mooi gedaan. De strepen, hij is eigenlijk vrijwel als nieuw. Die achterbank kan ik achter nog neerklappen. Dus dan heb ik echt redelijk wat ruimte achterin. Staat nu online. Ja, en zo'n G-klasse zit natuurlijk een dikke 4 liter V8. Dus ik heb Luc even achter stuur gezet. Ik ga het je nou even laten horen hoe dat klinkt. Sfeerverlichting te laten zien. Dat is eigenlijk toch wel spectaculair bij deze auto. Ik kan deze namelijk in 64 verschillende kleuren zetten. Hij loopt eigenlijk door in de middenconsole, hier bij dat widescreen, in de deuren, achterin. Dus dat is vooral 's avonds echt een feestje. Ja, eigenlijk nog even twee opties in het bijzonder over deze G-klasse. Dus die adaptieve cruise control. Distronic Plus, zoals ze dat bij Mercedes noemen. Deze regelt zelf de cruise control tot jouw voorligger. Dus je regelt zelf in hoeveel meter je van je voorligger vandaan wilt zijn. En mocht de voorligger remmen, dan remt de auto automatisch mee. En mocht jouw voorganger weer optrekken, dan gaat de auto ook mee. Dus je hoeft eigenlijk vrijwel niks te doen. En dan heb je ook nog de 360 graden camera.
Dat is ook wel mooi. Je kan hier de hele voorzijde van de auto zien. De voorkant. De zijkanten. De achterzijde. Ja, nou ook natuurlijk de deur hier links open hier, maar je kan dan hier links ook nog rondom kijken. Dus dat is ook een andere optie om erop te halen. Nieuwe 320i binnen voor een upgrade aan de diffuser achter en de splitter aan de voorbumper. Bij deze 320 hebben we de diffuser vervangen voor een dikke hoogglans zwarte. Hele mooie auto, alles mooi in het zwart. Hier ligt de oude diffuser, de grijze. En dit is de nieuwe. Fotograferen van de BMW X5M uit 2017. In donningtongrauw, metallic. 121.000 kilometer en echt werkelijk alle opties zijn aangevinkt bij het bestellen van deze auto. En voor ook een hoogglanszwarte splitter gemonteerd. Staat erg dik. Maakt de auto helemaal af. De klant gaat weer vertrekken met een nieuwe splitter en een nieuwe diffuser. Allebei in het hoogglans zwart. Nou is hij helemaal af. Echt een super mooie auto. Geprobeerd met de BMW X3, de M40i. Met de inruil van deze BMW 3 serie Touring. Het is een 320 met een M-pakket van 2018. We gaan even kijken wat wij daarvoor terug kunnen geven en dan hopelijk komen we tot een deal. Er staat vandaag een proefrit op de planning met de 991 Turbo. En de Ferrari F12 op de brug voor een algehele check-up. Fotograferen van de Ferrari F12 Berlinetta, die 6.3 V12, 741 pk, mooie grijze metallic kleur. Wat een auto. Keramische remmerij. Ja, het interieur. Lederen kuipstoelen van Ferrari. DHB geluidssysteem zit erin. DAB radio. Zit er allemaal op en aan. Alcantara hemel. We gaan hem eens even op de foto zetten en dan kan hij online. Dit was jouw weer aflevering 132 van Rijdkick op de Week. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren onder dit filmpje. Even op het knopje abonneren drukken. Belletje aan en je krijgt automatisch onze updates te zien. Heb je interesse in de Rijdkick op de Week merchandise? Zoals ons capje, de polo's en de hoodies. Ja, hoodies is met dit weer iets minder interessant natuurlijk. Maar goed, voor de koelere zomeravonden is een hoodie ook wel lekker. Dan ga even naar de beschrijving van dit filmpje. Onder dit filmpje staat de beschrijving. Staat precies in wat je moet doen. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Ik zie jullie graag volgende week terug voor aflevering 133.